ik wil graag daaraan meewerken dat de geest van de patiënt voor hem gaat werken in plaats van tegen hem. Iedereen heeft sterke kanten, talenten en om daaraan bij te dragen, dat geeft mij een heel fijn gevoel. Ik heb voor dit vak gekozen omdat ik het mateloos interessant vind hoe de geest van de mens werkt. Waarom mensen dingen doen die ze doen, waarom de patiënt zegt wat hij zegt. Het werk wat ik doe is natuurlijk niet het typische beeld dat mensen van verpleegkunde hebben. Want dat is vaak in het ziekenhuis, in het wit. Maar wat ik doe is ook verpleegkunde, maar dan in de psychiatrie. Ik ben begonnen als maatschappelijk werker. En via omwegen ben ik toen bij verpleegkunde terechtgekomen. En ik volg nu een nieuwe master, die heet GGZ Verpleegkunde. Ja, en dat is min of meer wat ik in dit werk doe. Wat je bijvoorbeeld op die master leert is, ja, dat noemen ze interventiekunde. Maar dan ga je helemaal uitpluizen waarom een bepaalde interventie werkt. Dus wat zijn de werkingsmechanismen, wat zijn de werkzame bestanddelen. Dat puzzelen, dat uitpluizen vind ik superleuk en dat kan ik ook in mijn werk vervolgens toepassen. Op die manier verveel je je nooit in dit vak. Als verpleegkundige in de psychiatrie is het belangrijk dat je je echt kunt openstellen voor het perspectief en de ervaring van de ander. Dat je realiseert dat alles subjectief is, alles relatief, dat er niet één waarheid bestaat. Maar als dat je echt boeit, hoe een ander denkt, hoe een ander voelt en handelt, dan is verpleegkundige in de psychiatrie zijn misschien wel iets voor jou.